zou toch leuk zijn als we dingen kunnen doen die andere stelletjes ook doen. Suus, luister je? Denk je nou echt dat het voor Suus beter was om haar enige vriendin kwijt te raken? Pest je wel eens iemand? Oh, hij doet niet anders. Nu snap ik waarom iedereen je pest, trut. Hoe voelt dat nou, dat niemand je mag? Wanneer wist jij het? Geen idee. Ach, jongen toch. Ik zie heel veel pijn. Hoe laat is het? Ze slaapt de hele dag. En als ze wel wakker is, dan ziet ze me gewoon niet staan. Wat heb je met mijn fiets gedaan? Nou, je kunt gewoon bij Kimberly achterop. Lekker een beetje aan me zitten. Lekker toch? Ik wil niet dat je alleen mee kijkt. Ik wil ook dat je mee voelt. Als jij dat wat ik wil, dan doen wij daarna wat jij wil. Alles wat jij wil. Ik moet voor jou zorgen. Niet andersom. Dit lost al jouw problemen op. Ik dacht dat we hadden afgesproken om het geheim te houden tussen ons. Heb jij veel vrienden op school? Alleen omdat ze bang voor hem zijn, hoor. Oh ja? Genoeg tijdverspilling? Na een tijdje gaat dat rotgevoel niet meer weg. Hoe vaak denk je dat jij Suus hebt laten huilen? Danny, dat moet je toch gemerkt hebben! Kimberly durfde niet uit de kast te komen uit angst voor jou. Iedereen doet nou gewoon normaal tegen me en ik wil het gewoon graag zo houden. Ik zie dat jij het nogal grappig vindt dat Suus lesbisch is. Of we houden het geheim verkappen. We hebben elkaar, toch? Een kijkje in jouw toekomst misschien? Ah! Ik hoorde iemand schreeuwen. Wanneer komt ze thuis? Soms slaapt ze de hele nacht niet thuis. Wil jij dat het uitgaat? Jij hebt makkelijk praten. Van jou kan het niet heel veel erger, wel. Dag, Suus. Een beetje geplaagd misschien. Geplaagd is dat allebei de mensen het leuk vinden. Ze zei me dat ik me beter zou voelen en ik voel me niet beter. Ik voel helemaal niks.